al gehad over de meningsverschillen over het gebruik, al niet gebruik van voedingssupplementen. Nou, duidelijk is wel dat jij na alle onderzoeken die je hebt gedaan, na alle wetenschappers die je hebt gesproken, wel tot de conclusie bent gekomen dat voedingssupplementen bijslikken ook degelijk belangrijk of nuttig kan zijn. Ja. Maar nu wil ik eerst even weten, oké, nuttig, maar moeten oudere mensen, dat pak een beet 45-plussers, wel andere voedingssupplementen slikken of aan andere vitamine denken dan wanneer je jonger bent? Nou ja, eigenlijk komt het er heel simpel gezegd op neer dat, dat hoe ouder je bent, hoe meer dingen je kunt gaan bijslikken. Mm-hmm. En heel grof weggenomen kun je supplementen in twee categorieën indelen. Mm-hmm. De ene is, dat moet eigenlijk iedereen zouden kunnen gaan slikken en hoe jonger je ermee begint, hoe beter. Dat zijn eigenlijk gewoon de reguliere vitamines, mm-hmm. zoals vitamine D, vitamine mm-hmm. C en allemaal dat soort vitamines. Die beschermen je op de lange termijn. Dus als je een heel subtiel tekort hebt, dan merk je daar niks van vaak. Maar op de lange termijn kun je daar wel schade door oplopen. Mm-hmm. Nou, dat is dus één categorie. En dan heb je een andere categorie en dat zijn eigenlijk geen vitamines. Dat zijn een beetje vitamine-achtige stoffen mm-hmm. die je lichaam zelf kan aanmaken. Die je lichaam ook beschermen tegen allerlei verouderingskwalen. Mm-hmm. Maar als je ouder wordt, wordt je lichaam minder goed om die stoffen aan te maken. Okay, ja. Dus een heel bekend voorbeeld in mijn wereldje dan, mm-hmm. daarvan is Q10. Mm-hmm. En dat is een vitamine-achtige stof die je dus je eigen lichaam aanmaakt. Mm-hmm. En die is betrokken bij de aanmaak van energie in je cellen. Mm-hmm. En als je ouder wordt, dan gaat die aanmaak van je eigen Q10, die gaat er echt omlaag. Als je 80 bent, heb je misschien nog maar 70% over, of is er 70% minder aanmaak van Q10 dan vergeleken dat je 20 bent. Okay, yeah. Dus het is helemaal geen zin om op je 20ste Q10 te gaan slikken in de meeste gevallen, maar zo voorbij 40, 50 wordt het dan wel zinvol. Ja. En daar heb je een hele reeks van. Ja. En dat zei je al een keer eerder, dat noem je Age Essentials? Ja, klopt. Ja, Age Essentials, dat is een, precies wat het woord zegt, hè. Vitamines zijn essentiële voedingsstoffen. Ja. Dat wil zeggen dat je lichaam ze kan ze niet aanmaken, moet ze uit voeding halen. En Age Essentials zijn eigenlijk ook stoffen die niet essentieel zijn, totdat je voorbij een bepaalde leeftijd bent. En dan worden ze eigenlijk wel essentieel. Dan kan je lichaam zelf niet meer voldoende aanmaken. Dan moet je ze of uit voeding of uit supplementen zien te halen. Nou, weet ik dat jij een heleboel vitamine, ja, mineralen en dit soort Age Essentials slikt. Ja. Maar als ik jou nou de vraag stel, ik ben nu 53, of stel dat je 50-plusser bent, ja, en ik mag maar 6 voedingssupplementen nemen, extra. Oké, dat gaat geldt voor iedereen, hè? Ja. En dat zijn, ik zal ze even opnoemen, ja, dat is gewoon een multi, ja, als een soort vangnet, ja, dat je er nergens ook maar een subtiel tekort aan kunt krijgen, want mm-hmm. dat levert schade. Dan vitamine C, mm-hmm. een geweldige stof als je daar, ik zal er niet over beginnen, dan stop ik niet meer. Magnesium, mm-hmm. vitamine D3, mm-hmm. visolie, mm-hmm. ben ik er allemaal? Vitamine K2. En vitamine K2. Ja, dat zijn eigenlijk de 6 waarvan ik denk dat iedereen, ongeacht de leeftijd, die zou kunnen slikken als mm-hmm. je niet echt perfect eet. En daarnaast heb je dan nog, dus dat zou voor mij de basis zijn. Ja. Oké, dus dat zou dan die 6 ja, zijn. En dan zijn er een aantal echt Age Essentials, dus voorbij de 40, mm-hmm. 50. Die ik dan zeker zou aanbevelen, dat is de ene is Q10, mm-hmm. dat hebben we bekend uitgelegd. En de andere is alfa-liponzuur. Alfa-liponzuur is een hele krachtige antioxidant, mm. maar die ook je heel erg weer beschermt tegen dat versuikeren van je lichaam. Okay. En die ook bijvoorbeeld helpt bij het ontgiftingsprocessen in je eigen in je lichaam, die ook de aanmaak van lichaams eigen antioxidanten heel erg stimuleert. Okay. Dus het zonde dat het omlaag gaat als je ouder wordt. Dus dat zijn eigenlijk twee Q10 die al van die ponzuur. Dat zijn heel waardevolle stoffen om erbij te zetten. Dus dan kom ik uit dan op een minimum van 8. Oké. Okay. Ja. Nou, die laatste twee die zitten nog niet in mijn pakket. Ja. Maar wat ik niet zo goed begrijp, ik heb deze vitamine, belangrijke vitamine die je net noemde, die ja, slik ik. Ja. Maar ik slik geen multivitamine, ja, want in die multivitamine zitten ook die vitaminen die dus
apart slik. En dan ben ik bang dat ik boven de dosering uitkom. Oké, dat is een hele goede. Nou, wat je eigenlijk doet, kijk, de multi kun je eigenlijk een beetje zien als een aangekleed B-complex. Dus de B-vitamines, hè, de hele reeks B-vitamines, van B1 tot en met B12, dat zijn allemaal vitamines. En daar, dat is vaak de basis van zo'n supplement. Er zitten er nog een aantal mineralen omheen en nog wat andere stofjes. Prima. Maar dan zijn er een aantal, bijvoorbeeld zoals magnesium en vitamine C, dat, ja, daar heb je, die zijn zo ver, zoveel volume, en daar heb je eigenlijk zoveel extra voor nodig, die passen niet meer in zo'n... In multivitamine. Nee, of het zal een pingpongbal gaan worden. Ja. Dus dat, daarom moet je er toch, kun je er een aantal dingen naast gaan slikken, eigenlijk om die multi aan te vullen. Daar komt het op neer. Ja, want ik slik bijvoorbeeld ook vitamine B12. Ja. Maar dat zit dus ook al voldoende waarschijnlijk in die multi. Ja, dat hangt er helemaal van af. Kijk, ik vind eigenlijk dat als je kijkt, deze 6... zeg maar deze 8 die kun je als je in de doseringen doet die op de potjes staan en zo, dan denk ik dat het risico dat je daarbij loopt echt heel erg klein is. Mm-hmm. Veel kleiner dan het risico dat je loopt als je niks slikt. Okay. Dat denk ik. Ja. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Ja. En gebaseerd dan op al mijn gesprekken met de mensen die er volgens mij echt verstand van hebben. En, maar eigenlijk als je daarnaast nog dingen gaat doen zoals jij doet met extra B12, dan moet je eigenlijk onder begeleiding gaan doen. Ja. Ik heb ook een arts, ik ga elk jaar, laat ik mijn bloed aftappen, we hebben wat onderzoek gedaan. En dan kan heel goed blijken dat je aan bepaalde vitamines toch nog extra nodig hebt. Bijvoorbeeld misschien in jouw geval B12, dat kan heel goed. Dat weet je niet zonder dat je gaat meten. Nee. Precies, dat raad je dus wel aan om af en toe... En dat laat je dan doen bij een orthomoleculair arts? Of, Ja, dat vind ik het slimste. Dat je hebt, het ding is dat de gemiddelde huisarts heeft hier niet voor doorgeleerd. Nee. Die heeft geen verstand van voeding en zeker niet van supplementen. Nee. Dus je moet ook wel een beetje uitkijken wat zij roepen. Dat is vaak een beetje gebaseerd op dingen die zij ook maar hebben gehoord. En terwijl een orthomoleculair arts, die is en medisch geschoold... En hij heeft doorgeleerd voor die voeding en supplementen. Ja. Laat het even samenvatten. Ja, ja. Ik ben boven de 50. Ja. En wat moet ik dan slikken? Vitamine C. Ja. Vitamine D3. Ja. Vitamine K2. Ja. Magnesium. Ja. Een multi. Ja. En visolie. Precies. Dat zijn dan de gewone basis. Ja. En dan hebben we nog die age essentials. Ja. Die echt belangrijk zijn als je ouder wordt. Ja. En waar je echt een tekort aan komt, dat is Q10 en het ingewikkelde... Alpha-liponzuur. Dat is heel duidelijk. Ik ga ermee aan de slag. Ik moet er gewoon nog twee bij. Eigenlijk. Ja, we doen ons best. En, we zien elkaar, dus laten we dit interview herhalen als we 100 zijn. Ja, oké, laten we dat doen. Hey, dankjewel, Pim. Graag gedaan. Weet je wat het is met die voedingssupplementen en die vitaminepillen? We willen natuurlijk ontzettend graag, althans ik... Dat het helpt, dat je ergens tegen beschermt, dat je er ouder door wordt. En daarom is het natuurlijk ook zo populair. Daardoor wil iedereen zo kopen. Het is natuurlijk ook een beetje een luxe product, want als je niet veel geld hebt, dan is het moeilijk om het aan te schaffen, want het is allemaal hartstikke duur. Dus dat punt vind ik lastig. En ik ben ervan overtuigd dat voeding natuurlijk het allerbelangrijkste is wat er is. En daarna kun je die vitaminepillen slikken. En toch geeft mij het goed gevoel en ik heb de conclusie getrokken dat het wel degelijk ergens goed voor is. En we hebben gehoord om welke vitamine het gaat en die age essentials, dat die echt belangrijk zijn omdat we die tekort komen als we ouder worden. Dus ik blijf slikken.